Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag wederom een unboxing video samen met Eliza. Van Eliza maakt het mee. Kijk hè, einde van de film of van de video weer een linkje naar deze dame. Als je steeds meer YouTube filmpjes maakt, wil je natuurlijk ook dat ze elke keer net iets beter worden, net iets beter van kwaliteit. En vandaag gaan we eraan werken om de belichting iets beter te maken. Want ik merk dat af en toe een gekke schaduw zit of net te donker, net te licht. Dus hebben we geïnvesteerd in een bulldoze. Ik zeg niet waarom we hebben gekocht. Dat is een verrassing. Maar we gaan hem nou openmaken. Een bulldoze. Even kijken. Oké, we zullen het verklappen. We hebben hem gekocht bij bol.com. Oh. Oh, kijk uit de meiden. Ik heb even uit. En ik kom hier bij. Nog een docentdoos. Oh. Ik moet die ook even weg. Waarom zit er nou weer een doos in een doos? Had je maar even gezegd? Een Video Photography Ring Light Kit. Ja. Je hebt er een heleboel soorten van, maar de meeste is die ring heel erg klein. En dan wil ik eigenlijk de gewone camera wil ik erin hebben. De meeste zet ik maar net genoeg voor een smartphone. Ik heb ook nog een spiegelreflex. Zo. En een camera, dus. Ja, eens kijken wat we allemaal hebben. Hey. Bubbeltjes plastic. Je had er toch meerdere besteld? Wat zit er allemaal in? Dus even kijken. Beginnen we bij het begin. Het knopje. Ik denk een voetje. Mijn op kan zetten. We hebben nog een stapje. Een stapje. Aan de kant. We hebben mag nog ik de bubbeltjes plastic hebben? Ja, dat mag jij zo hebben. Juppie. Dat weet ik nog niet, dat komen we dadelijk achter. Hebben we nog iets wat bij het statief hoort? Nog een statief? Ja, dat moet te verlengen, denk ik. Dat je iets hoger wordt. We hebben iets voor om een telefoon in te doen. Of camera. Die kunnen we ook gebruiken eventueel. Nee. Dat gaat vooral om dat schroefdraadje. Dan gaan we de camera daarop. Dan hebben we hier een oplader. Een opladertje, een adaptertje. Dat zal op batterijen gaan, denk ik. Hier is denk ik het draadje. Hier hebben we nog zo'n ding wat we niet weten. En nog zo'n ding. Een clipje. Ook voor de buis, denk ik. De buis. Nou, dat is toch allemaal een beetje onduidelijk. Daar komt van echt een afstandsbediening. Dan kan je zo foto. Afstandsbediening. Kijk, dit is handig, want deze schroefdraad die is namelijk universeel voor alle camera's en videocamera's. Ideaal. En een microfoon. Wow, een oldschool microfoon. Je hebt toch precies nodig. Kun je voor deze gaan gebruiken, maar hij is wel cool. Hallo? Beetje net als vroeger eigenlijk, hè? Ja, hallo? Op tv-shows. Hallo. Hoi. Wat vindt u vandaag van het weer? Ik weet niet of we hem kunnen gebruiken, maar hij ziet er wel grappig uit. Wat vindt u van het weer? Nou, ik vind het lekker weer. Ja, het is niet te warm. Kijk, en natuurlijk het ding. De ring. Nou, we gaan hem in elkaar zetten. We gaan hem testen. We zijn zo terug. Zoals jullie zien, we hebben hem draaien, of draaien, hij doet het. Eigenlijk heel simpel, je kunt hem verstellen, je kunt hem nog zo
Dan zo doen. Je kunt hem een hoogte verstellen. Ik kan hem even naast me zetten, anders komt hij niet in beeld. Je kunt hem nog een hoogte verstellen. Je kunt twee standen of twee plekken kunnen uitschuiven. Dus ik kan echt. Ik kan echt wel een meter of 2,5 hoog worden, denk ik. Dus ja. Dat is mooi. Het tussenstukje zit erop, dus je kan de camera monteren. En ik heb dit onder niet opgezet. Er was een apart houden voor deze microfoon. Alleen kan ik hier helemaal niks mee, want ik heb een Bluetooth microfoon nodig. Dus deze gaat in de la. Of als iemand hem wil hebben, reageer maar in de comments. Dan mag je hem hebben. Ja, dan mag je hem zo hebben. Hij kan toch nog iets met het licht? Ja. En we hebben 3 kleuren ledlicht. We kunnen sowieso dimmen. We hebben witter licht. Dit is gewoon wit licht. We hebben een beetje gelig licht en een beetje blauwig licht. Het ligt een beetje aan het soort video wat je gaat maken. Dus we gaan het zo eens even testen met de camera hier tussenin. Kijk, en nu vullen we met de lamp aan. De camera staat nu in die ring. Ik denk dat we perfect licht hebben, Elise. Wat denk jij? Ja. Verander eens van kleur. Kijk, nu is het een beetje blauwig. Nu is het wit. En nou is het gelig. Ik denk dat gelig het mooiste is. Wat denk jij? Ja. We hebben zelf een heel klein schermpje om het terug te zien. Dus we moeten daar eventjes op het grote scherm kijken. Deze is wel mooi. Dit is ook al mooi. Hè? Wel mooi helder. Hè? Ja. Nou. In ieder geval. Vanaf nu worden de video's nog beter van kwaliteit. Ja. Ja. Nou, bedankt voor het kijken naar deze unboxing. We hebben hem gekocht op bol.com. Ik zal daar het linkje even in de beschrijving zetten. En tot de volgende keer.